Wat betekent het eigenlijk om te handelen? Hebben we bewustzijn nodig om te handelen? En zelfs als zelfs dingen kunnen handelen, wie is er dan verantwoordelijk voor een handeling als het misgaat? Hoi, welkom bij de Q High School. Hoi, welkom bij Filosofie. En welkom bij alweer les 17 binnen het eindexamen voor de VWO, voor het VWO. De vraag naar de mens in relatie tot techniek en wetenschap. Dat is ons eindexamenonderwerp. Ja. Oké. In de vorige les zagen we al dat volgens Timothy Morton planten en dieren ook handelingsvermogen hebben, net zoals mensen. De grens tussen planten en dieren was dus vervaagd. En dat is de eerste grensvervaging die Donna Haraway onderscheidt. Ja, grens tussen mens en dier. Ja, wat zei ik? Planten en dieren. Oh, plant, dier en mens. Ja. Ja. In deze les gaan we in op de tweede grensvervaging. Ook de grens tussen levende wezens en niet-levende wezens is vervaagd. Het concept dat centraal staat in deze les is de term handelingsvermogen. Dus het vermogen om te handelen. Maar wat is handelen nu precies? Op het eerste gezicht lijkt handelen synoniem met doen. Maar we hebben in de vorige les al gezien dat er een verschil lijkt te bestaan tussen handelen met intentie en automatisch gedrag vertonen. Mm-hmm. Niet alles wat je doet is een handeling. Van oudsher koppelen we handelen aan bewustzijn en gedrag aan instinct of automatisme. Nou, Morton zette al vraagtekens bij precies dat onderscheid. En misschien is er alsnog geen groot verschil tussen een handeling en gedrag. Misschien is er geen bewustzijn nodig om te kunnen handelen. De twee filosofen van vandaag, dus dat zijn Bruno Latour en Catherine Haynes. Hills, je hebt gelijk. De twee filosofen van vandaag zijn dus inderdaad Bruno Latour en Catherine Hills. Zij denken in dezelfde richting als Morton dan. Ze koppelen bewustzijn los van het handelen en laten zien dat ook niet-menselijke dingen handelingsvermogen kunnen hebben. Bij deze les wordt ook weer een eindterm, eindterm 20. Je ziet hem hier op het scherm. Eindterm 20 stelt dat we moeten kunnen uitleggen en evalueren dat volgens Latour en Hales de grens tussen levend en niet-levend is vervaagd. Daarbij moet je ook een heel aantal begrippen kunnen betrekken, namelijk actor, actor-netwerktheorie, ANT, mm-hmm. Handeling, action. In het Frans van Bruno Latour is dat action. Oh ja, action. Mm-hmm. Niet bewuste cognitie, distributie en cognitieve assemblage. In het Frans van Hales is dat cognitieve assemblage. Nee. Nou, deze les bekijken we ook twee primaire teksten van onze twee filosofen. Nou, dat zijn tekstfragment 14 in de syllabus. Dat is primaire tekst 13 in het boek. Precies, en in de tekst, in die tekst, primaire tekst 13, tekstfragment 14, stelt Latour ook dat ook niet-levende wezens vitaliteit en handelingsvermogen hebben. En zijn argument moeten we kunnen uitleggen. Er is ook tekstfragment 15 van Catherine Hills. Dat is primaire tekst 14 in het boek. Juist. In die tekst stelt Hills dat niet-levende entiteiten zoals drones eveneens handelingsvermogen hebben. Maar dat de verantwoordelijkheid voor het handelen ligt bij de mens. En Latour beweert iets soortgelijks. De mens behoudt de verantwoordelijkheid voor het niet-menselijke. En ook dat zullen we moeten kunnen uitleggen. En aan het eind van de les kun je dit gewoon allemaal helemaal zelf. Precies, aan de slag dus. Goed, Bruno Latour dus. Latour. Waarom komt die naam zo bekend voor? Ja, Latour hebben we al eerder behandeld. En wel in onze module over wetenschapsfilosofie in les 8. Nou, als je het even niet meer weet waar die les over ging, raad ik je aan om het alsnog even te bekijken. Zet jij even een link naar die les in de rechterbovenhoek? Bij deze. Ik denk dat die daar staat. Ja. Oké. Okay. Bruno Latour was een Franse filosoof en socioloog die best recent in 2022 is overleden. En in die les over Latour, dus les 8 in de module wetenschapsfilosofie, gaven we het voorbeeld van een scheikundige, ene Mark. En die heeft een zware baan. Zijn baas voert de druk op, want hij wil dat Mark met resultaten komt, zodat zijn bedrijf betere computerchips kan produceren. Mark maakt gebruik van dure apparatuur om zijn experimenten uit te voeren. Hij drinkt 's ochtends koffie om wakker te worden, want anders kan hij niet functioneren. En hij is dankbaar dat de schoonmakers zijn laboratorium schoonhouden. Stel nu dat Mark de Nobelprijs wint voor zijn onderzoek. Wie moet hij dan bedanken in zijn speech? Nou, het is duidelijk dat Mark veel aan zichzelf te danken heeft. Okay. Hij heeft onderzoek gedaan. Ja. Maar dat onderzoek was niet mogelijk geweest zonder het geld dat zijn baas erin had gestoken. Zijn opleiding tot wetenschapper is ook essentieel. Ja. En de schoonmakers houden zijn laboratorium schoon, zodat hij daar mooi kan werken. Met andere woorden, de wetenschapper staat niet op zichzelf. De wetenschapper is
ingebed in een netwerk van relaties met anderen. Maar Bruno Latour gaat nog verder. Marc kan zijn onderzoek ook niet uitvoeren zonder zijn apparatuur, zijn microscoop en spectrograaf en dergelijke. Mm-hmm. Ook de koffie die hem wakker houdt is essentieel voor zijn handelen. Heel belangrijk. Hetzelfde geldt voor de sleutel die hem toegang geeft tot het lab en voor de pen waarmee hij zijn resultaten opschrijft. De handeling, het wetenschappelijk onderzoek, is niet mogelijk zonder al deze levenloze dingen. Er zijn ook wat eenvoudigere voorbeelden. We hebben al eerder het winkelwagentje genoemd bijvoorbeeld. Je wilt je euro terug, dus je laat het wagentje niet slingeren. Het levenloze ding dwingt dus als het ware jou tot een handeling. En hetzelfde geldt voor een verkeersdrempel. Het dwingt je tot afremmen. Dan zou je kunnen zeggen, de verkeersdrempel dwingt me helemaal niet. Ik kies er zelf voor om af te remmen. Okay. Mijn bewuste intentie is om mijn auto niet te beschadigen. Maar dan zou Latour zeggen, intenties kun je niet waarnemen. En Latour is een wetenschapper. Wat we niet kunnen waarnemen, kunnen we niet meenemen in een wetenschappelijke verklaring van de handeling. Latour stelt dus voor om het concept handelen anders op te vatten dan dat we normaal doen. Hè? Namelijk in termen van wat we kunnen waarnemen. We zien een verkeersdrempel. We zien een automobilist afremmen. Dus zowel de verkeersdrempel als de automobilist zijn dan ook essentiële elementen voor die handeling. En het maakt dan niet uit dat de ene een levend wezen is en de andere niet. Beide zijn onderdeel van het handelen. Hier zien we dan ook dat een handeling, wat Latour action noemt, is samengesteld uit meerdere essentiële elementen. En dus kunnen we stellen dat het vermogen om zo'n handeling uit te voeren, het handelingsvermogen, is verdeeld of gedistribueerd over deze elementen. Met andere woorden, het handelingsvermogen, dus datgene dat maakt dat wij afremmen, is een combinatie van de verkeersdrempel plus de automobilist. Zowel de verkeersdrempel als de automobilist zijn, in de woorden van Latour, actoren. Wanneer deze actoren samenkomen in een zogeheten netwerk, ontstaat een handeling. Denk aan Marc de scheikundige. Het wetenschappelijk onderzoek, de handeling, ontstaat alleen in een complex netwerk van opleiding, geldschieter, apparatuur, maatschappelijk belang, koffie en schoonmakers. Nou, dat is dus wat Latour de actor-netwerktheorie noemt, kortweg ANT. We zien hier dat de grens tussen levend en niet levend is vervaagd, want beide kunnen we zien als actoren in een netwerk. Qua handelingsvermogen of vitaliteit is er dus geen verschil tussen de mens die auto rijdt en de verkeersdrempel die hem dwingt om langzamer te rijden. Exact. Latour geeft zelf in zijn tekst het voorbeeld van de Berlijnse sleutel. En ik heb hem hier. Berlijnse sleutel. Hier. Wat is dat nou weer voor een rare sleutel? Opent die twee deuren of zo? Nee. Het is een ingenieuze oplossing voor een probleem. Kijk, in het begin van de 20e eeuw waren er in Berlijn veel appartementencomplexen, of flats, die toegankelijk waren via een gemeenschappelijke poort. En die poort die moest natuurlijk geopend worden met een sleutel. En je wilt natuurlijk alleen dat mensen die daadwerkelijk in het appartementencomplex wonen, dat alleen zij de poort kunnen openen. Dus die geef je een sleutel. Maar ja, je weet hoe mensen zijn. Huurders doen de gemeenschappelijke poort open en dan vergeet dan de poort weer op slot te doen. Ja, dan kan dus iedereen er binnen. Dat is dom zeg. Ja. De deur van mijn flat valt gewoon automatisch dicht in het slot. Probleem opgelost. Oké, maar die technologie hadden ze in het Berlijn van 1910 nog niet. Oh, ja. In plaats daarvan kwam men met dit ontwerp, de Berlijnse sleutel. De Berlijnse sleutel is een sleutel met twee identieke baarden. Baarden? Ja, zo heet het uiteinde van de sleutel. Het stuk dat je in de sleutelgat steekt. Oké, ja. Nou, als je de poort open wilt doen, dan stop je dus het ene uiteinde in het sleutelgat. En dan draai je de sleutel. Dan gaat de poort dus van het slot. Je opent dan de poort om naar binnen te gaan, of zo. Ja? Maar je kunt de sleutel er dan niet uithalen. De sleutel zit vast. Dus het slot is zo ontworpen dat je de sleutel er niet meer uit kunt halen als je hem hebt gedraaid. Of als je de poort van het slot hebt gehaald. Maar dat is dom. Oh, nee. Ja, dan hangt de sleutel in een open poort. Dan kan iedereen toch naar binnen. Nee, het slimme is juist dat je dan de sleutel door het slot moet duwen. Dus dat gaat dan zo en die zit zo in het slot. En dan duw je hem er doorheen. En dan zit hij dus eigenlijk aan de andere kant. Nou, dan ga je door de poort naar binnen. Dan doe je de poort dicht. En dan hangt de sleutel dus aan jouw kant, aan de andere kant van de poort. Oké, en kan je de sleutel er dan uithalen? Nee, nog niet. Want dan moet je dus eerst de sleutel weer draaien. Dus dan draai je dan de poort dus weer op slot.
van de andere kant. Vanaf jouw kant, vanaf de binnenkant bijvoorbeeld. Pas dan kun je de sleutel er weer uithalen. Nou, dat is slim. Ja. De vorm van de sleutel dwingt je er dus toe om de poort op slot te draaien, anders ben je hem kwijt. Nou, precies. De sleutel is een actor in het netwerk van de handeling. Ja? Dus Latour stelt dan ook dat de sleutel een zogenaamd actieprogramma voorschrijft. Het dwingt je als het ware om volgens een bepaald script te handelen. Namelijk, doe de deur op slot. Je kunt niet anders. Ja, ja. Maar ik zie een nieuw probleem. Wat dan? Ja, als je even goed naar die sleutel kijkt. Ja. Ik zie geen sleutelgat om een sleutelhanger aan op te hangen. Oh ja. Om het aan een sleutelhanger te hangen. Ja. Hoe neem je hem dan mee? Dat is toch onhandig? Nou, ook daar heeft men iets op bedacht. Kijk, hier, dit hebben ze ook bedacht. Een apart opzetstukje om dan aan die sleutelhanger te hangen. Kijk, je klikt hem er zo op. Je moet hem een beetje draaien en dan klik je hem er weer iets naar voren. En dan draai je hem weer een beetje. En dan zie je hem dus hier. Hè, dan hangt hij er mooi aan. Ja, ja. Ja. Wel slim bedacht hoor. Ja, ja. Maar nu je dit alles hebt uitgelegd, hoef je die hele primaire tekst van Latour toch niet meer te lezen, of wel? Nee. Nou ja, wel een beetje. Latour legt dus uit, en net zoals ik heb gedaan, hoe die beleidssleutel werkt, hoe het een actieprogramma voorschrijft. Dat legt hij uit. Check. Vervolgens stelt hij dan op pagina 56 van de syllabus en pagina 235 van het boek, en ik lees voor: een programma dat berust op moraliteit is op een slimme manier vertaald in een programma dat vertrouwt op pure dwang. Dus dat programma, dat is het script als het ware. Het script dat berust op moraliteit, doe het goede, dus doe die deur op slot, dan ben je een goed mens. Dat is vertaald in een programma, in het script, dat vertrouwt op pure dwang. Dus vanwege die sleutel dwingt je als het ware om het juiste te doen. Misschien wil je de deur niet op slot doen, maar je kunt niet anders, zegt Latour dan. De afstand tussen moraliteit en geweld is niet zo groot als moralisten vaak denken. Of beter gezegd, slimme ingenieurs hebben de kloof verkleind. Dus de afstand tussen moraliteit, het goede doen, en geweld, dwang, is dus blijkbaar niet zo groot. Het heeft wel wat weg van wat Morton beweerde. Mm-hmm. Er is eigenlijk helemaal geen scheiding tussen een bewuste handeling en automatisch gedrag. Ja. De sleutel dwingt tot een handeling en daarmee is het net gedrag. Precies. Ook niet-levende wezens, zoals die Berlijnse sleutel, hebben dus een handelingsvermogen. Ze dwingen huurders om een bepaalde handeling uit te voeren, namelijk de deur op slot doen. Handelingsvermogen wordt vaak vertaald met vitaliteit, dus het ding heeft een bepaalde vitaliteit, een bepaalde levendigheid. Het is vitaal, het kan iets doen, het kan handelen, handelingsvermogen. Die Berlijnse sleutel is daarmee dan precies zoals het winkelwagentje, waar je eerst een muntje in moet doen. Of de verkeersdrempel die ons doet afremmen. Het dwingt ons om iets te doen en is daarom een actor binnen een netwerk die leidt tot de handeling. Hey Rob. Hey Ben, hoi. Oh, wat fijn dat je er bent. Je kan meteen helpen met een groot probleem. Een probleem? Wat dan? Loop mee. Oké. Rob, wat is het probleem? Nou, sinds ik de voorwerpen hier heb verteld dat ze volgens Latour handelingsvermogen hebben, ja, is het erg onrustig. Oh, dat is een lastige. Daar moet ik even bij gaan zitten. Als je het maar laat. Wat was dat? Nou, dat is de stoel. Die wil niet dat je op hem gaat zitten. Maar daar is hij toch voor gemaakt? Ja, dat heb ik hem ook gezegd. Maar hij wil iets anders gaan doen in het leven. Oké. Wil ik je graag mee helpen na een kopje thee? Nee, zeg, en al die hete thee die in mij. Geen denken aan. Okay. Nee, zie je, ook de theemokken die willen geen thee meer serveren. Ja, dat is wel een groot probleem. Dus je hebt voorwerpen die niet willen doen waarvoor ze gemaakt zijn. Nou, precies. Oké, wat je zou kunnen doen is ze vertellen: hey jongens, jullie hebben geen waarde meer voor mij. Ik ga jullie vervangen. Vervangen? Dan worden wij weggegooid. Ga lekker zitten. Wie wil nog een kopje thee? Kijk, probleem opgelost. Hoi. Goed. We hebben gezien dat we in het handelen, volgens Latour, geen onderscheid hoeven te maken tussen menselijke actoren en niet-menselijke actoren. Maar dat lijkt te simplistisch. Dat lijkt een beetje gek. Hè? De Berlijnse sleutel die heeft handelingsvermogen omdat het een beslissing forceert. Maar ik ben wel degene die beslissing maakt. Ja, Latour zou zeggen, dat verschil is irrelevant. Ja. Is niet relevant zelfs. Niet relevant. Ja, irrelevant. Ja. Ja. Maar volgens Catherine Hills, een Amerikaanse filosoof, doet dat verschil er wel toe. Juist. Zij legt nadruk op de rol van cognitie of denken in ons handelen.
Nou vat zij het denken niet op de manier zoals we dat normaal doen in het dagelijks taalgebruik. Ze is het eerder eens met de 4E-cognitivisten, namelijk cognitie is volgens haar niet per se iets dat bewust is. Cognitie is een wisselwerking van een wezen met zijn omgeving. Cognitie is het maken van beslissingen. En nou zijn het dus niet alleen mensen die beslissingen kunnen maken. Een klimplant kan beslissen aan welke boomtak het zich gaat vastmaken om zo meer zon te krijgen. Het YouTube-algoritme maakt de beslissing welke video het je laat zien. Of denk aan de thermostaat in je huis. Als de sensor registreert dat de temperatuur in huis daalt onder een vastgelegde waarde, dan besluit de thermostaat om de verwarming aan te zetten. Dat is ook een soort van denken. Dus Hales vat denken, of beter gezegd cognitie, op als het maken van beslissingen, zoals een thermostaat doet. Ik beslis nu om het huis te verwarmen. Dat is geen bewustzijn, dus ze koppelt het los van het hebben van bewustzijn. Maar het is gewoon het beslissen, nu doe ik het. Ook al is dat ingeprogrammeerd. Niet-menselijke dingen kunnen dus ook beslissingen maken. Nou, Hales noemt dat niet-bewuste cognitie. Exact. Hier zie je al een verschil met Latour. Latour maakt volgens Hales geen onderscheid tussen wat ze noemt cognizers en non-cognizers. Cognizers. Ja, dat zijn dus dingen die kunnen denken en dingen die niet kunnen denken. Wezens die een beslissing kunnen maken, dus mensen en dieren, en zo zullen we ook laten zien drones, die kunnen ook beslissingen maken. En non-cognizers, wezens die dat niet kunnen. Dus een verkeersdrempel bijvoorbeeld kan geen beslissingen maken. En wat Latour niet ziet, volgens Hales, is dat die twee dingen verschillend zijn. Maar net als bij Latour is een handeling bij Hales alsnog gedistribueerd of verdeeld tussen menselijke en niet-menselijke denkers of beslissers. Stel dat jij je trui uitdoet omdat je het warm hebt. Dat kan. Ja, want de thermostaat heeft net de verwarming verhoogd. Ja. Dan is die handeling, het uittrekken van de trui, niet alleen van jou. Je bent een onderdeel in het netwerk van de handeling, een netwerk, samen met de thermostaat. Nou gebruikt Hales niet de term netwerk, want een netwerk suggereert volgens haar dat het een vastgesteld proces is waar iedereen zijn plaats en zijn taak kent. De term die Hales gebruikt is cognitieve assemblage. Assemblage als een soort van assembly line of zo, iets dat samenkomt. Cognitief samenkomen. De denkprocessen die leiden tot een handeling bij het uittrekken van de trui zijn verspreid, gedistribueerd tussen jou en de thermostaat. Maar waarbij Latour ook de trui een actor zou zijn in het netwerk, met handelingsvermogen, dus de trui maakt je warm, daar hoort de trui bij Hales niet bij de cognitieve assemblage. Dus bij Hales, in de cognitieve assemblage zitten de thermostaat en jij, en de trui zit daar buiten, want die kan niet nadenken, die kan niets beslissen. En omdat hij niks kan beslissen, heeft hij ook geen cognitie en dus geen handelingsvermogen. En bij Latour zitten ze allemaal wel in het netwerk. Volgens Hales zijn de onderdelen van de cognitieve assemblage geen noodzakelijke onderdelen. Correct. Stel dat je deze video op je telefoon bekijkt, dan zijn jij, je telefoon, YouTube, servers en een hele reeks van machines allemaal onderdeel van die cognitieve assemblage. Maar stel dat je even pauze neemt en wegloopt van je telefoon, dan doet de cognitieve assemblage nog steeds zijn ding. Er wordt nog steeds gehandeld en achter de schermen beslist. Alleen ben jij er niet meer bij. Je kunt cognitieve assemblages dan dus eigenlijk zien als een soort van gelegenheidsnetwerken. En tussen menselijke en niet-menselijke beslissers of denkers die samen een handeling opbouwen. Er is in die zin dus vrij weinig verschil tussen een menselijke denker, een domme thermostaat en een slimme kunstmatige intelligentie zoals bijvoorbeeld ChatGPT. Tijd voor de primaire tekst van Hales. In haar tekst schrijft ze over autonome drones die in een oorlogssituatie grotendeels zelfstandig beslissingen moeten maken. Dat doen ze samen. Meerdere drones communiceren met elkaar om het doel van de missie zo goed mogelijk te vervullen. U kunt de primaire tekst vinden op pagina 56 en 57 van de syllabus en de bladzijde 239 tot 242 van het boek. In het stuk dat wij gaan lezen noemt Hales een onderzoek. Ze benoemt daar een onderzoek naar de manier waarop moderne drones met elkaar communiceren. Ze schrijft dan, het model, dus het computermodel dat de drones gebruiken om met elkaar te communiceren, gebruikt een veilingsstrategie. Een veilingsstrategie, alsof er dus geboden wordt op dingen, op opties. Een veilingsstrategie waarbij elke eenheid reageert op een biedingsverzoek door zijn overtuigingen, wensen en intenties te bepalen. Die worden berekend met gewogen formules die resulteren in een hartgetal voor de bieding. De software zorgt ervoor dat de zwerm
concurrerende prioriteiten van eenheden kan wegen in snel veranderende omstandigheden. Dus wat er gebeurt is, stel er vliegen 3 drones naast elkaar en de ene zegt, hey, volgens mij moeten we naar links om de missie het beste uit te vogelen, want die heeft dat perspectief. De middelste ziet dat niet en denkt we moeten rechtdoor, de derde die wil naar rechts. Dan worden al die, dat zijn biedingsverzoeken dan, die worden allemaal samengewogen. En een algoritme rekent dan uit, gebaseerd op alle omstandigheden wat er gebeurt, welke dan precies de beste is. En die krijgt dan de hoogste waarde en dat is dan wat ze gaan doen. Dus dat is die veilingsstrategie. Daarbij, zegt Hales, wordt meegenomen wat hun positie, snelheid en nabijheid tot elkaar is. Dus dat zijn overtuigingen. En wat hun toegewezen prioriteiten voor de missie zijn. Dat zijn dan de intenties. En de intensiteit waarmee ze hun missie zullen uitvoeren. Dat zijn dan de wensen. De laatste parameters zijn toegesneden op de specifieke doelen van de missie. De antropomorfe taal is niet zomaar een toevalligheid. Antropomorf wil dus zeggen, lijkt op hoe we menselijk gedrag bepalen. Ja, hoe we dat beschrijven. Die antropomorfe taal is niet zomaar een toevalligheid, want het laat zien dat met het toenemen van de waarnemingskennis van interne en externe toestanden, van autonome handelingskracht en van cognitieve capaciteit van zwerm, ook zijn vermogen om beslissingen te nemen toeneemt. Dus met dat al deze capaciteiten groeien van de zwerm, van al de drones samen, ja, dan neemt ook de capaciteit van de zwerm toe om beslissingen te nemen. En dat is iets wat traditioneel wordt voorbehouden aan mensen. Ja, blijkbaar is de grens tussen typisch menselijk en typisch niet-menselijk handelen eigenlijk niet meer zo duidelijk. Dus je hebt aan de ene kant typisch menselijk handelen, aan de andere kant niet-typisch menselijk handelen. Dat is helemaal niet meer zo duidelijk. Dat is een grensvervaging. Exact. Toch ziet Hales ook verschillen tussen menselijke en niet-menselijke denkers. De grens die is vervaagd, blijft hem toch een klein beetje overeind. En dus ze schrijft in haar tekst, tot zover heb ik in mijn betoog benadrukt hoe menselijke en technische cognities interacteren. Dus interacteren, ze werken samen als het ware. Menselijke cognities is van mensen, technische cognities is dan wat de dingen doen. Maar hun cognitieve capaciteiten onderscheiden zich desondanks duidelijk van elkaar. Dus er is toch verschil tussen hoe ze in elkaar zitten. Aan de technische kant zit een berekeningsintensiteit en snelle dataverwerking. Dat betekent, dat kunnen de technische dingen beter. Dat kunnen de drones beter dan dat wij dat kunnen. Aan de menselijke kant is er emotie, een omvattende wereldhorizon en empathische vermogens om anderen te begrijpen. Dat kunnen wij weer beter. Nou, hoe verschillen menselijke denkers van niet-menselijke denkers? Mensen hebben empathie. Mm-hmm. Ze kunnen zich inleven in anderen. We hebben emoties waardoor we de wereld op een andere, betere manier kunnen begrijpen. Dat is het idee. En we hebben daardoor een moreel oordeelsvermogen, waardoor we kunnen handelen, waardoor we kunnen bepalen of een handeling nou juist is om te doen. Exact. Hales noemt dit de menselijke kwetsbaarheid. Hè? Kwetsbaarheid. Niet menselijke denkers, machines, die missen deze kwetsbaarheid. Dus een computer kan niet inzien dat een handeling misschien pijn doet of verdriet kan veroorzaken. En een mens kan dat wel. Ja. Hales concludeert dan ook dat machines niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun handelen. Ze snappen niet wat ze doen. Ze zien alleen maar wat het beste is om te doen om een bepaald doel te bereiken. En wij mensen hebben dat doel in die computers geprogrammeerd. En dus moeten wij verantwoordelijkheid nemen voor het handelen van die machines. Kijk, wanneer een zelfrijdende auto bijvoorbeeld in ongeluk terechtkomt, ja, wie is er dan verantwoordelijk? Dat is die grote, moeilijke vraag van, ja, die we de hele tijd voor ons zien. Wat Hales laat zien is dat hoe dan ook in zo'n geval een mens verantwoordelijk moet zijn. Je kunt niet de auto verantwoordelijk houden. Als ChatGPT jouw verkeerde informatie voorschotelt en je krijgt als gevolg van die verkeerde informatie een onvoldoende voor je werkstuk, ja, dan is dat niet de verantwoordelijkheid van ChatGPT. Ik zeg het maar even. Ja. En net als Hales zegt ook Latour dat een mens uiteindelijk de verantwoordelijkheid moet nemen. Mm-hmm. Niet zozeer voor machines, maar eerder voor wat gebeurt met niet-menselijke dingen. Want ook niet-menselijke dingen hebben handelingsvermogen. En dus moeten we rekening met hen houden. Nou, Latour heeft het dan voornamelijk over het welzijn van de natuur. Het is niet in het belang van de natuur om de oceanen leeg te vissen bijvoorbeeld, of om de aarde te laten opwarmen. Maar de natuur zelf heeft geen stem en telt dus niet mee in onze politiek traditioneel. En dat moet dus veranderen volgens Latour. Wetenschappers zouden volgens Latour gehoord moeten worden in een zogeheten parlement der dingen, waar ze de stem van de natuur zouden kunnen vertegenwoordigen. Mensen hebben verbeeldingskracht en empathie.
We hebben wetenschappelijk onderzoek en we kunnen vertrouwen op onze zintuigen. Dat alles kan ons helpen om de belangen van de niet-mensen om ons heen in te zien. Ja. Niet omdat het beter is voor ons, maar omdat de dingen om ons heen, net als wij, handelingsvermogen hebben. Ze zijn, net als wij, actoren in een netwerk waarin alles samenhangt. Orde, orde! De vergadering is nu geopend. Vergadering? Rob, waar hebben we het over en waarom sta je op een stoel? Nou, ik leid de vergadering van het parlement der dingen. Ik heb al deze voorwerpen uitgenodigd om deel te nemen aan het parlement der dingen, om ook inspraak te hebben. Oh, dat is bewonderenswaardig, want daarmee laat je zien, je bent ook maar een actor te midden van alle andere actoren in het netwerk der actoren. Nou, elke parlement heeft een leider nodig, een president, een koning, en dat ben ik. Daar ben ik het niet mee eens. Ik ook niet. Waarom ben jij opeens de leider? Omdat ik een mens ben. Ik kan nadenken, jullie niet. Dat klopt misschien niet helemaal, Rob. Want volgens Catherine Hales hebben sommige dingen daadwerkelijk cognitie. En daarmee ben je samen een onderdeel van een cognitieve assemblage. Zie je wel? Ik vraag om een stemming om een nieuwe leider te kiezen. Ho, wacht, stop niet zo snel. Ben zegt er wat van. Nou ja, jij wilde graag een parlement der dingen. Dan moet je daar ook de consequenties van ervaren. En ja. Dus... Met overmaat van stemmen is toch geworden de nieuwe leider van het parlement der dingen, de televisie. Yay! Hoera! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Dank u, dank u. Mijn eerste punt op de agenda is het verbieden van tv kijken tijdens etenstijd. Ik heb ook mijn rust nodig. Misschien was zo'n parlement der dingen toch geen goed idee. Hoe doe ik dat bij jou thuis? Oh, Rob, bij mij thuis heb ik geen probleem. Er wordt met ijzeren hand geregeerd. Dus de dingen weten wie de baas is. Die vrouw? Ja. Goed, dat was het. Dankjewel voor het kijken. Je weet nu wat Latour bedoelt met zijn actor-netwerktheorie. Je weet waarom dingen ook handelingsvermogen hebben. En je weet wat Hales bedoelt met haar cognitieve assemblages. Ik moet er vandoor. Ik ga een beetje rennen, want mijn vlucht gaat zo. Tijd om weer naar huis te vliegen. Naar huis vliegen? Ja. Ben, dat is toch helemaal niet in het belang van de natuur? Belang? Maar ik woon in Wenen, niet in Nederland. Hoe kom ik dan thuis? Helaas, er zit niks anders op. Je moet gewoon in Nederland blijven wonen. En het belang van het vliegtuig dan? Want die wil ook graag vliegen. Sorry, maar dat weegt niet op tegen het belang van de natuur. Dus ik moet hier blijven? Nou, doe het net alsof dat niet leuk is. We kunnen samen de volgende videoles opnemen. Over de grensvervaging tussen fysiek en niet-fysiek. Nou, die laatste grensvervaging, ja, die is inderdaad wel interessant. Blijkbaar is ook de grens tussen fysieke, materiële dingen en immateriële, niet-fysieke dingen, die grens is ook vervaagd. Interessant, ja. Maar als er geen grens meer is, geen strikte grens meer is tussen fysiek en niet-fysiek, kunnen we dan ook fysieke materie omzetten in niet-fysieke data of energie of zo? Je bedoelt zoiets als teleporteren? Ja. Ah, dat is een goed idee, want zo kom ik alsnog thuis. Doei allemaal, tot de volgende keer. Ja. Nou ja, onhandelbaar die boer voor mij. Nou, in ieder geval, hopelijk heb je iets gehad in deze videoles. We zien je graag de volgende keer weer. Tot ziens.